Bontes Eindhoven, winnaar van het Brabant Ondernemerschapsdebat 2013. Nou, daar staan ze. De winnaars staan bij ons aan tafel. Kakelvers. Robert, je straalt helemaal. Ja, ik ben hartstikke blij. Anne, ik zeg de winnaars staan aan tafel, maar niet helemaal totaal. Hè? Want jullie zijn eigenlijk met z'n drietjes. Louise, Anne en Robert, wat was jullie stelling? De laatste stelling die we hadden was ondernemerschap moet als vak worden gegeven op elke middelbare school. En is dat zo? Nou, wij moesten het eens zijn, want dat krijg je dus pas te horen als de stelling wordt gegeven. En wij vonden eigenlijk ook wel echt van wel. Ja, maar wat was je sterkste argument? Shoot. Nou, dat ondernemerschap, dat is gewoon heel belangrijk. En het is goed dat kinderen weten hoe het in elkaar zit. Want maar waarom is het belangrijk? Als kinderen later geen ondernemer willen worden, dan komen ze waarschijnlijk nog wel voor een onderneming te werken. En dan is het goed dat je weet hoe zoiets in elkaar zit. Dat je daar de basis van hebt. Hey, zit dat nou in je DNA, ondernemen? Word je daarmee geboren? Nou, ik denk deels wel, deels niet. Maar ik denk dat je er ook wel voor opgeleid kan worden. Maar als je echt een goede ondernemer wil worden, echt een hele goede, dan zit het er ook wel al een beetje in. Ben heb jij het van huis uit meegekregen? Nee, ik heb het niet van huis uit meegekregen. Jij wel? Ja, ik wel. Ja, vader, moeder? Mijn vader heeft een fysiotherapiepraktijk. En wat zei hij gisteravond toen je belde? Pa, ik heb gewonnen. Nou, hij was erbij, hij zat in het publiek met mijn moeder. Dus die hebben alles gewoon vanaf het begin meegekregen, de hele middag. Dus die waren super trots. Wat is volgens jullie nou echt een synoniem? Hè? Want jullie hebben dat ondernemerschap binnenste buiten gekeerd. Wat betekent ondernemen voor jou? Wat betekent het precies? Nou, voor mij betekent het gewoon iets doen wat je passie is, iets doen wat je leuk vindt en daar zelf iets in ondernemen eigenlijk, in die zin van het woord. Iets doen vanuit passie? Ja. Anders kan het niet slagen, is het voorwaarde om te slagen? Nou, ik denk niet dat het per se een voorwaarde is, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. En voor jou? Ja, inderdaad, er komt passie ook wel terug voor wat je doet. Maar soms ondernemen zelf is ook dat je mensen een soort van kan aansturen, je kan je eigen ding doen. Binnen het bedrijf en dat maakt toch wel het ondernemen een stuk leuker. Jij studeert bedrijfsmanagement voor het MKB. Hoeveelste jaar ben je? Ik ben het eerste jaar. Wat ga je doen als je klaar bent over 3 jaar? Dan wil ik beginnen eerst niet als eigen ondernemer, maar ergens onder dit werken. Dat heb ik niet gehoord. Dan moet ik proberen kijken of ik ergens in dienst kan zijn als een directeur. Dat ik niet Nou komt de aanpassing. Ambities erover. Prachtig. En voor jou? Eerlijk gezegd weet ik nog niet precies, want ik doe commerciële economie en mijn opleiding is best wel breed. Dus ik wil even het stages afwachten om te kijken welke kant ik precies op wil. Maar ik denk wel dat het goed is om niet meteen een eigen onderneming te beginnen, maar gewoon eens te kijken hoe andere ondernemingen in elkaar zitten. En de gouden tip om de winnaar te worden volgend jaar. Ontzettend veel plezier erin hebben. En dat zei de jury ook. Je moet er gewoon lol in hebben, dan moet van je afstralen. Nou, dat afstralen, dat is duidelijk te zien. Ik hoop jullie als ondernemer nog een keer aan tafel te mogen ontvangen. Tot ziens en dank jullie wel.